snap dat je niet heet te horen dat mondstel bij me. Ik ben het gewoon helemaal. En het is echt een rode bloedbal beneden. Dus I deserve this one voor de vrouwelijke hormonen. Oké, eten is klaar, de bols. Wat ga ik nu doen? Nu ga ik in ieder geval even wat lesgeven. Jee, ik heb zoveel zin in. Nat. Deze gaan zoals je weet in de oven. En als die klaar zijn, gaan die hier bovenop. Een hele goede morgen en we beginnen de dag met een smoothie. Yes, alles staat klaar. We gaan beginnen. Oh, goedemorgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ben net wakker zoals je ziet. Het is nog vet vroeg, de jongens slapen nog. Ik ga nu eerst even lekker mijn workout doen in mijn walk-in / chillkamer. Voordat ik naar beneden ga. Ik ga vandaag mijn kom doen. En ja, let's start. Ik heb nog spierpijn van gisteren, maar het maakt niet uit. We gaan rekken en strekken en dan gaan we weer ervoor met die banaan. Oké. Yes. Let's do the booty. Hij blijft wat heet op YouTube staan. Echt fucking irritant. Kijk. Ik wil gewoon mijn workout doen. Voordat ze wakker zijn en ik niks meer kan doen. En ik moet gaan lesgeven. Dus schiet op. Slechte wifi hebben we nu geen tijd voor. Ik hoor een beer en die is naar beneden. En toen wil papa niet helpen. En toen wel. Waar is je beer nu dan? Naar beneden. Dan kan je hem toch pakken? Ja, maar papa is aan het lezen. Oh. Oké. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben net ochtendles gehad, dus ik ben nu 10 uurtje aan het maken. Ik ga lekker fruitsalade voor ze maken. Ze moeten nu verplicht van mij even naar buiten om hun energie kwijt te kunnen. Dus even 10 à 15 minuten even rennen, springen en weet ik veel wat. Daarna gaan we fruitje eten en daarna gaan we weer verder met lesgeven. Maar als eerst ga ik nu even hun eten, hun fruitsalade maken. En als fruitsalade dacht ik om appel te doen. Die heb ik al hier een beetje gesneden met aardbei en dat dan gewoon in een kommetje doen. Oh, ik heb ook mijn neus. Oké, dit zijn de fruitsalades geworden voor de jongens. Ik heb appel, hoe heet het nou ook alweer? Appel, aardbei en druiven. Rode druiven, zoals je hier ziet. Ik kan een beetje honing eroverheen doen, dat vinden ze wel lekker. En dan gaan we nu eten, want ze zijn daar bezig. Dat is zeg maar het parcours. Onze tuin helemaal opgeslagen met allemaal spullen van de verhuizing en zo. Dus het is echt irritant. We hebben bij haar geen plek, maar ja. Dus vandaar dat ik die stoelen maar zo heb neergezet, zodat ze een beetje kunnen springen nog. En vanmiddag ga ik dan wel met ze naar de speeltuin of zo. Maar eerst even fruitje eten en dan gaan we weer schoolwerk doen. Jee, het gaat nu wel wat beter. Dus daar ben ik wel blij om. 10 uurtje. Kom. Nee, mag ik knopen? We gaan 10 uurtje eten. Oh. Fruitje. Is het lekker? Ja. Lekker, Memphis? Ja, ik wil er nog één. Nee, je hebt een hele bak vol, joh. Nee, joh. Wel. Het is nu 12 uur, dus dat betekent dat we even een half uur naar buiten gaan. In de speeltuin. Memphis heeft zijn fiets gepakt. LSJ heeft zijn bal gepakt. Dus gaan we even naar buiten. En even frisse neus halen. Yes, gaat goed hoor. Ja, we moeten eigenlijk alleen de zijwieltjes eraf halen, hè? Ja, en ik wil. Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. En ik heb net mijn workout gedaan. Ik ben helemaal gesloopt. Die was best wel pittig. Ik dacht, ik doe er 3 achter elkaar. Nou, had ik dus beter niet moeten doen. Ik ga nu in ieder geval naar beneden. Oh, Bevis, hoor ik nu net wakker worden. Ik ben echt kapot vroeg. En ga ik even eten. Ik ga lekker een smoothie bowl voor deze ochtend maken. Want het zonnetje schijnt zo lekker al buiten. Moet je kijken. What a view, what a view. Kijk, daar komt hij op. Ik ga eerst even andere kleren doen. Want deze outfit had ik gisteren ook met sport aan. Ja, en dan doe ik gewoon een kort truitje erop.
Ik ben nu even een smoothiebol aan het maken. Dit is mijn kleine helper hier. Mam, kun je even een momentje snijden de appel? Ja, en hier dit zijn de toppings samen met de Quaker Balance granola erop. En wat chiazaad. Die ga ik nu even pakken. Oh, kom hierbij. Dit wordt de toppings. Alleen die moet nog even snijden. Oké, eten is klaar. De bols. Hier, je eten en ik. Oh, pot zalm. Oh ja, die hebben we ook nog. Ja, maar we moesten nog zalm halen. Dat had je niet gedaan. Ik ga het even eten. Ik ga even mijn smoothiebol eten, want ik heb echt mega honger. Het is nu 9:30 en ik zou eigenlijk moeten beginnen met lesgeven. Maar ik wil heel snel even dweilen hier. Want de vloer is echt vies van de honden en weet ik veel wat. Ik heb een stoomding gekocht en ik ben er echt super blij mee. Want hij maakt zo goed schoon en ik hoef geen schoonmaakmiddel te gebruiken. Het is gewoon hygiënischer, vooral ook als je honden hebt en kinderen hebt die op de grond ronddwarrelen de hele dag. Deze. En het enige nadeel is dat hij met stroom... Kijk, mijn Dyson, die moet je gewoon opladen. Maar deze gaat wel via stroom. En het is best wel een grote oppervlakte wat ik nu heb. Dus hij haalt het iedere keer niet. Dus ik moet creatief zijn met stroom daar weer vandaan halen. En ja, dat komt wel goed. Dus ik ga nu heel snel toch nog even snel dweilen. En dan ga ik beginnen met lesgeven. Ik heb spierpijn, jongen. Acai of acai, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Acai or something like that. Met mijn all-time favorite, collageen. En mijn boerenkool. Dus het wordt echt een power smoothie. Super gezond voor je, het is echt super goed voor je. Ik krijg er meestal wel echt lekker veel energie van. Heerlijk vind, want ik wil daar nog even met de jongens lekker buiten gaan wandelen. Oké, dit zijn de dingen die ik nu heb uitgekozen. Kokoswater, dat is wel lekker, lekker fris. Stukjes ananas en diepvrieskokos. En dan met mijn boerenkool. Maar ik zie nu net dat die vandaag op moet. Dus ik denk dat ik voor lunch een salade hiervan ga maken. En dan wat ik net al zei, mijn acai gaat erin. En ook mijn collageen. Collageen is echt heel goed voor je huid. Ja, weet je, hoe ouder je wordt, hoe beter het is om dit soort dingen te gaan nemen. Want ik wil dat mijn huid lang mooi blijft. En mooi lang strak blijft. Zo ziet het er dan nu uit. Ik ga het nu allemaal samen blenden. Dan hoop ik dat het een beetje lekker smaakt. Want ik heb het zo nog nooit eerder gemaakt. Dus we shall see of ik het lekker vind. Oké, ik ben ineens alles kwijt. En dat vind ik zo lastig, ja. Oké, let's mix this baby up. Here we go. Hij is eigenlijk best wel lekker. Alleen jammer dat je stukjes kokos erin hebt. Lijkt alsof ik een drankje met vruchtvlees heb. Dat vind ik alleen wel minder. Maar de smaak is echt super. Alleen de kleur niet echt. Het heeft een beetje een hele rare kleur. Maar ja, daar moet je maar even doorheen kijken dan. Dit gaat mijn lunch worden voor vandaag. Ik ga dit even roosteren in de oven. En dan ga ik de boerenkool ga ik even kneden met sojasaus. Ik ben er nog niet helemaal uit wat ik er nog meer bij ga doen. En als dit klaar is, dan doe ik dat gewoon op de boerenkool. En dan heb ik mijn lunch voor vandaag. Anders moet ik de boerenkool weggooien en vind ik zonde gewoon. Ik weet niet of het gaat lukken, ook weer een probeersel, maar... We zullen zien. Dit wordt de combo voor vandaag. Ik heb gekozen voor sojasaus. Dit, ik weet niet hoe dit heet, maar het is echt super lekker. En in plaats van sesamolie heb ik geroosterde sesamolie. En dan hier dit dingetje, die had ik van vanochtend al. Er zit nog sap in, dus die druk ik er daar ook gewoon uit. En die gaan allemaal bij mijn boerenkool. Deze gaan zoals je weet in de oven. En als die klaar zijn, gaan die hier bovenop. En dan waardige lunch. Jammer, ik heb er nu wel zin in. Ik kom daar. En wie komt daar? Wie komt daar naar beneden? Het is Memphis! Hallo? Nee. Wie dan? Jij. Het is mama! Het is Paw Patrol poppetje en nog een poppetje die ik niet ken. Dat zijn de hondjes. Oh, het zijn de hondjes! Oké, en dan is dit mijn salade geworden. Tja, ik vind hem echt heel erg goed eruit zien. Dit ga ik dus nu even opeten. Ik ga eerst even een Instagram foto maken, want ik wist niet hoe het zou worden. Maar nu dat ik hem heb gemaakt, ik heb hem nog niet geproefd hoor. Maar ik denk wel dat dit wel een goed receptje gaat worden om
te delen op mijn Instagram. Dus vandaar dat ik nu even Instagram foto's ga maken. Had het vanochtend al dat ik zoiets had van, ach, ik heb geen puff, geen energie. Zo'n beetje een loom gevoel, weet niet of dat het juiste woord is. En nu wordt het dus bevestigd, ik ben net ongesteld geworden. Echt vet kut. Het lesgeven gaat vandaag ook niet helemaal zoals ik wil. Dus dan ben ik ook veel te streng weer op mezelf. Ik denk van, ja, maar hij moet wat leren. Maar ik denk dat ik dus niet zoveel moet stressen. En nu gewoon lekker moet gaan genieten van mijn salade. Een hele goede morgen en we beginnen de dag met een smoothie. Ik heb ook meteen eentje voor Nick gemaakt en die is voor mij. Die ga ik nu opdrinken. Ik had als ontbijt al havermoutpap gehad, maar ik had nog een beetje honger, dus ik doe dit nu erbij. Ja? Het doet niet meer pijn meer. Doet hij geen pijn meer, maar laat de pleister nog maar heel even erop zitten, want ze moeten nog naar het ziekenhuis. Ja? Ja. Oh nee. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag, ik moet even drinken, donderdag. En het is al 11 uur bijna en ik ben nog steeds niet begonnen met lesgeven. Heel slecht. Maar ik had vanochtend wel gesport en ik had boodschappen gedaan. En ik had de honden uitgelaten, dus het werd een beetje liep het uit. En omdat ik ongesteld ben, zeker even een hele lange douche genomen, want ik had last van mijn buik. Dus. Wat ga ik nu doen? Nu ga ik in ieder geval even wat lesgeven. Jee, ik heb zoveel zin in. Not. Gelukkig heb ik gisteren een lange dag gedaan. En vandaag doe ik dan een halve dag. Nou, ik weet niet wat we gaan doen. Ik ga even op de agenda kijken wat er op de planning staat. Plus, ik ga vanmiddag een hemelse smoothie bowl proberen te maken. Want ik heb gisteren dit hemeldingetje binnengekregen. And I love it. Ik wilde echt al heel lang zo'n ding. Oude huis had ik daar geen plek voor. En nu heb ik daar wel plek voor. Hallo, zeg hallo, hallo. Ik heb hem. Maar in de blender doet hij het niet. Want hij maalt niet goed. Want je mag er bijna geen vocht bij doen. En ik denk dat hij in deze baby hem echt gaat rocken. Waarom? Oh, werkt gewoon niet. Het is ook veel te lekker weer om zo lang thuis te zitten. Mijn lichaam en alles schreeuwt gewoon om naar buiten te gaan. En om gewoon lekker naar een zwembad te gaan. En weet ik veel wat. In bikini, I don't know, cocktails, strandfeest. Dat is alles wat ik wil. Wanneer het niet mag, wil ik het juist heel erg. En wanneer het mag, dan doe ik dat soort dingen toch niet. Dus the brain is something very weird. Ik moet nog even laten zien wat ik nou aan heb. Niet dat ik dat iedere dag laat zien, maar ik dacht, hey, waarom deze keer niet? Dus, oké, een truitje. Oh, ik ben helemaal naakt natuurlijk hier. Maar in ieder geval, een crop top broek van Levi's. En ik heb voor de rest nog geen schoenen aan, want ik ben thuis. Hoe laat was dat nu? Wat zei ik nog een keer? Nou ja, bijna 11 uur. En dit heb ik gehaald, wat ik beter dus niet had kunnen halen. Maar ik ben ongesteld, zoals ik al had gezegd, al 180.000 keer. Ik snap dat je niet heet te horen dat ik ongesteld ben, maar ik ben het gewoon helemaal. En het is echt een rode bloedbal beneden. Dus I deserve this one, voor de vrouwelijke hormonen. Ik ga nu eventjes mijn lunch maken, want het is 2:30 en mijn buik begint te rammelen. Ik ben dus nu bezig met weer getting back on track, dus back in shape again. Ik ben weer aan het sporten, ik ben weer op mijn eten een beetje aan het letten. Ik ben geen calorieën aan het tellen, dat niet. Echt extreem aan het diëten. Ik ben gewoon een beetje aan het opletten, zodat ik weer lekker back in shape kom. Mijn doel is nog steeds om een dikke booty te krijgen. Maar we beginnen nu eerst met de 1200. Blah. Dat is echt minst leuke part, vind ik, van dit alles. Ik ga liever bulken. I love food namelijk. Maar ja, moet maar even. Baby. Nou, dit zijn de ingrediënten voor het eerste gedeelte. Ik heb hier ongezouten cashewnoten, dadels en vanille-extract. Havermout, maar dat heb ik even in een meel gemaakt. Ik moest eigenlijk amandelmeel hebben, maar dat was nergens meer te krijgen. Filmen ben en als ik iets zou willen maken en dat alles dicht is, dan denk ik echt van, dan kan ik veel sneller. Ja, schat? Wil jij van Mario deze poppetje bij oma's huis? Geen idee, hoezo? Moet je nog zoeken bij mij? 1, 2, 3, ik moet er 4 in. Kijk, ik heb hier, deze zijn voor de, pak mijn handje. Vast! Oh, wat is dit nou weer? Kijk, dat bedoel ik. Ik krijg hem weer niet open. Oké. Ik weet niet of dat zo moet, maar... Wauw. Het ziet er zo yummy uit. Oh, je kan het niet zo goed zien nu. Ik kan het proeven. Oké. Mam. Ik wil deze nootjes. Amazeballs. Zo lekker. Oké, ik ga nu mijn smoothie bowl maken. Oh my god, ik kan niet meer lullen. Ik heb hier 2 frozen bananen. Dit zijn ook de laatste bananen die ik heb. Dus ik moet wachten tot die van de andere weer rijp worden. Dan kan ik ze weer in de vriezer doen.
Ik heb hier twee dadels. Ik heb hier weer vanille-extract. Ik heb hier Alpro, proteïne. Heel klein beetje doe ik hiervan, want ik wil dat het dikker blijft. Acai. Doe ik sowieso tegenwoordig altijd in mijn smoothies of whatever. En collageen, dat doe ik tegenwoordig ook iedere dag nemen. Voor de skin. Ze zijn klaar en ik ben er echt super, super blij mee. Ik heb de crumble erop gedaan. Ik heb frambozen, blauwe bessen gedaan. En hieronder is het soort van ice cream geworden. Hemels, ik ga hem nu aan Nick geven, die van hem. En kijken wat hij ervan vindt. Met een cookie dough crunch eroverheen. Lekker? Echt super lekker. Dat dit mij vult voor lunch. Maar ja, we shall see. Mijn, wil je een hapje proeven? Oké. Ah. Is ijsje. Lekker? Mijn vindt het crunch lekker. En nu gaan we even naar de IKEA. We kunnen niet naar de IKEA binnen, maar je kan me online bestellen en dan moet je het ophalen. Want ik heb nog één Ivar-kastje nodig. En nog gordijnen van Memphis. Ik kan op dit moment geen leuke gordijnen vinden, dus ik haal ze gewoon even bij de IKEA. For the time being, want het is echt veel te licht op zijn kamer. En hij is echt super vroeg wakker iedere ochtend. Dus ja, daar gaan we even kijken. Nee! Hey? Moet hij geen vestje aan? Het is wel. Oeh, daar komt een hele grote bij voorbij. Een hele goede morgen. Het is vandaag, je moet even denken, vrijdag. En de jongens hebben vandaag gelukkig een vrije dag. En ik moet hier echt heel nodig wat spulletjes halen, want ik moet verder met het huis ook. Dus ik ga vandaag heel even langs Loods 5. Ik hoop dat het niet te druk is, want als het te druk is, dan gaan we niet. Heb ik gisteren de gordijnen van Memphis opgehangen. Echt super leuk geworden. Ik denk dat ik het gewoon ga houden. Ik had eerst zoiets van, ik weet niet, ik wilde heel graag van die zwarte shutters ervoor hebben. Maar dit vind ik ook wel leuk. En er kan alsnog altijd zwarte shutters achter. Maar dat is dan even voor in de toekomst. Het is nu dus, welke dag? Vrijdag. Oh my god, mijn hoofd. Ik heb nog niet ontbeten. En het is al bijna 11:30. Dus het is eigenlijk al richting lunch. Ik heb wel een koffietje gehad. Een cappuccino. Decaf, want ik drink geen cafeïne. En dat was heel erg lekker. Maar ja, dat vult natuurlijk voor geen malle moer. Dus ik ga nu even bedenken wat ik ga eten. En ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik ga eten. Oké, verder Loods 5 dus even vandaag. Mits het niet te druk is. Dus I cross my fingers. Dit is mijn ontbijt geworden. Het ziet er niet zo charmant uit hoe ik het normaal altijd stel. Maar ik heb er echt heel veel fruit in zitten. Krusli, chiazaad. Oh, honing ben ik vergeten. Doe ik nog even eroverheen. Het moet wel een beetje zoeter zijn, anders vind ik het niet zo lekker. Ik ben weer thuis. I'm home again. En ik heb wat spulletjes gehaald bij de Loods 5 wat ik nodig had. En ik ben er super blij mee. Ik haal zo'n mandje. En hier wil ik dan nog mijn basilicum en een ander soort plantje in doen. En ik had deze twee potten. Alleen, nou is het dilemma. Ik denk, ik doe ze in alle tweede potten, mijn pollepels en zo. Maar eentje is genoeg. En dan heb ik die andere over. Maar ja, moet ik maar even kijken wat ik daarmee ga doen. Misschien een mooi bloempje in of zo, ik weet het niet. Dit is het kleed. En daar heb je de gordijnen. Ik hoop dat je het een beetje goed ziet. En dat is een. Alleen, ik weet niet of ik hem zo leuk vind. Ik twijfel echt nog heel erg. Ik vind het vrij donker voor bijen zijn. Dus ik weet het even niet. Erbij vindt pas een. Ik vind hem heel schattig met die dotjes zo eraan. En ik dacht een donkere kleed voor bij de donkere gordijnen. En ik zat eraan te denken om hier een lampje op te gaan hangen met touw die dan zo hangt. Naar beneden. En meneer, die heeft hier zijn tent alweer gesloopt. Dus die is kapot. Deze nog, die moet Nick nog even ophangen voor mij. Die komt daar. En ik denk dat ik daar een klein bureautje dan maar of zo onder ga zetten. Dat is ook wel schattig. Hey! Ik wacht tot de jongens zo naar bed gaan. En dan ga ik mijn koekje eten. En dan kan ik echt relaxed even zitten. Hiervoor ging ik eigenlijk naar de Loods 5. Want die was stuk gegaan.
En ik wilde heel graag een nieuwe, want degene in de winkel had dat dingetje eraf getrokken. Plakband gedaan, dus hij viel er vanaf. Toen was hij helemaal gebroken. Ik vond het zo zonde, ik vind het echt leuk staan zo. Maar ik heb weer een nieuwe gekregen. En nu hangt het weer allemaal mooi. Hey, jullie, goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag... zaterdag. En ik begin de dag met mijn proteïne shake. Ik heb net mijn booty gedaan. Toen jij nog aan het slapen. Ja, maar ik heb het beneden gedaan. Ja, op de bank tegen. Nee, serieus. Maar jij sliep nog, dus jij weet dat helemaal niet. Oh, kun je dat voor je meteen doen, naar beneden gaan? Nee, ik vind het boven fijner. Maar ik dacht, nu is iedereen nog aan het slapen, dus dan ga ik alvast. Dat is een slecht idee, want 10 minuten daarna kwam Mems alweer naar beneden, dus. Nee, geloof ik niet. Dat is echt zo. Dus iedereen weet het niet. Vet lang uit. Volgens mij maakt het niet uit, al ga ik om 2 uur 's nachts eruit. Dan komt hij 10 minuten later, komt hij me opzoeken. Ik zweer het je. Maakt niet uit, dan laat ik opstaan. Onder die honing. Die honing. Wat gingen we nou ook weer doen vandaag? Oh, je moet even, we zijn op zoek naar een bakkerstafel voor de wastafel boven op zolder. Dus we gaan even naar een tweedehands winkel. Want we hadden een andere wastafel, maar die past dus niet en die is dus niet goed. Het is lunch en we hadden zin in McDonald's. Super slecht, maar super lekker. Ga je naar bed toe? Nee. Papa? Wat zeg je? Nee. Ga je niet naar bed? Nee. Hoezo niet? Als ik lekker moet, dan voel ik bijna slapen. Nou, slaap lekker. Slaap lekker. Ik wil wel. Ik wil niet slapen als ik naar bed ga. Dan ga ik niet naar bed. En nu was ik niet even. En nu was ik. Hé, papa! Ja. Ik wil boven tunnel. Doei! Doei! Love you! Love you! Onze buurman is een orkest aan het geven in de straat. En het is echt super gezellig. Nou, niet gezellig, je moet 1,5 meter afstand houden. Maar het ziet er wel gezellig uit. Lekker muziekje in de straat. Het is afgelopen. Nou ja. Zijn wij ook weer laat? Wij zijn altijd laat. Nou, ik hoop dat hij morgenavond weer gaat spelen. Gaan we ook even erbij staan. Gisteravond deed hij het ook. Ja? Toen hoorde ik het vanaf mijn kamer, maar toen moest ik al slapen. Ja. Oh. Nou, hoop op morgenavond. Het is vandaag zondag en ik ben echt zo'n leuke serie aan het kijken. Dus ik ben al de hele dag gewoon een serie aan het kijken in mijn koffie. Ik heb wel gesport vanochtend, maar that's basically it. En deze serie moet je echt checken. Hij staat op Videoland. Ik ga even opzoeken hoe die heet. Younger. Oh my god, zo leuk. Zo, dat was alweer het einde van mijn weekvlog. Vond je het een leuke weekvlog? Vergeet er geen dikke vette duim omhoog te geven en te abonneren door jullie hieronder te klikken. En dan zie ik jullie dinsdag weer bij een volgende video. De week daarop komt mijn home tour, want ik heb die vraag echt mega vaak alweer gekregen. Hij komt volgende week nog heel even geduld. En dan zie ik jullie dan. Heb een hele fijne dag. Hou van jullie. Your friends want you every time I call. I know, you know, I've done nothing wrong. You can't help but try to write me off. You won't let me have it all.